stoppen. Jessie's zeepbel is uiteengespat. En nu zit ze vast op die rots in de waterval. Vlug, Blaze. We moeten razendsnel naar die waterval om Pippi te redden. Jessie! Rustig maar, Jessie. We komen je redden. Dat beloof ik. Hé, hey, ik weet al waarmee we Jessie kunnen redden. Kijk! We kunnen naar beneden springen met zo'n elastieke koord en haar weer meenemen op de weg naar boven. Ja, kijk maar mee. Zo'n elastieke koord heeft heel veel elasticiteit. Dus je kunt het heel ver uittrekken om het daarna weer terug te laten springen in de oude vorm. Om Jessie te pakken hebben we een elastieke koord nodig dat heel ver uit kan rekken. Tot wel 9 meter. Goed. Eens kijken hoe ver dit blauwe koord uitrekt. Rekt dit blauwe koord helemaal uit tot het cijfer 9? Nee, het rekt maar uit tot 4. Vlug, dan proberen we het rode. Trekt het rode koord wel uit tot het cijfer 9? Het rekt maar uit tot 7. Dus is het ook niet lang genoeg. Jessie! Jessie kan niet lang meer op die rots blijven. De rots breekt langzaam af. Hou vol, Jessie! Kom op, we kijken of we met het groene koord wel bij Jessie kunnen komen. Rekt het groene elastieke koord uit tot het getal 9? Ja! We komen eraan, Jessie! Elasticiteit! Woehoehoe! Kom maar, Jessie! Ja! Gelukt! Ja, ik ook van jou, Jessie. Je bent de liefste puppy die er is. Hey Gabby, nu Jessie weer terug is, kunnen we weer met z'n allen spelen. Volgens mij vindt Jessie dat een goed idee. Ja, kom maar Jessie, dan gaan we spelen! Draai je maar zo met elkaar, doe lekker aan. Nooit alleen met iedereen en nu meteen. Hip hip hoera! Kom op, dan ga! Doei. Blaze, daar beneden! Daar is Sparkle! Doe je goed, zusje! Het is je gelukt! Nu moet ik jullie nog zien los te krijgen. En dan kunnen we verder met de race! Oh, maar daar kunnen wij je wel mee helpen. De Doobiecopter heeft namelijk een uitknop, Sparkle. Een uitknop? Dat is perfect. Maar het wordt lastig om hem in te drukken. Want de Doobiecopter vliegt steeds hoger en hoger. Wieldoppen, ik moet mezelf zien te lanceren om bij die uitknop te kunnen. En dat kan met een kettingreactie. Even kijken. Deze gijzer kan de kettingreactie starten door iets van de heuvel te laten rollen. We hebben hier een bowlingbal en een hamer. Welke van de twee kan rollen? De bowlingbal of de hamer? De bowlingbal! Juist! Oké, dus de bowlingbal kan rollen. Dan stoot hij tegen een machine. En zet hem daardoor aan. Een machine die lucht blaast. Ik heb hier een zaklamp en een ventilator. Welke van de twee blaast er lucht? De zaklamp of de ventilator? De ventilator! Ja! De
ventilator blaast lucht. En die lucht kan iets heel erg hoog de lucht in blazen. Kijk je mee? Daar staan een kussen en een vlieger. Welke van de twee kan door de lucht vliegen? Het kussen of de vlieger? De vlieger! Ja! Dat wordt hem! De gijzer lanceert de bowlingbal en die zet de ventilator aan. En de ventilator blaast de vlieger hoog de lucht in. Dat is onze kettingreactie! Klaar voor... Gelukt, Sparkle. Jij bent een geweldige teamgenoot. Ah, bedankt, grote broer. Maar de race is nog niet voorbij. Als we opschieten, dan kunnen we nog winnen. Teamwerktrofee, we komen eraan. Rudy, kijk, daar is de finish al. Niemand die ons nu nog tegenhoudt. Achter ons. Achter ons? Waar heb je het over, Rudy? Er zit niemand achter ons, behalve... Blaze en Sparkle? Mooie race, teamgenoot. Oh, ze mogen mij en Rudy niet verslaan. Ik moet ze tegenhouden. Daar komen we alleen voorbij als we heel snel racen en een supergrote sprong maken. Zo te zien is dit de hoogste tijd voor lichtsnelheid. Ben je klaar, teamgenoot? Klaar! Geef ons team maar lichtsnelheid. Roep knallenblaze. Knallenblaze! En het winnende team is Blaze en Sparkle! Oh yeah! Het is ons gelukt, team! We hebben gewonnen! Gefeliciteerd! Dat was fantastisch teamwerk! En fantastisch teamwerk verdient een fantastische prijs! Dit is de teamwerktrofee! Kijk, de trucks op de trofee bewegen. Ze zorgen voor vuurwerk! Kijken jullie mee? Die kooi heeft 3 sleutelgaten. Om de kooi te openen hebben we dus 3 sleutels nodig. Ja, en ik hoor iemand die ons kan helpen ze te vinden. Een draak! Wow. Hey, draak! Mogen we een lift? Mooi! Bedankt, draak! Weet je nog? We zijn op zoek naar 3 sleutels. Let dus heel goed op. Als je een glimmende metalen sleutel ziet, roep dan sleutel. Sleutel! Heb het! Yeah! Oké! We zoeken verder naar de tweede sleutel. Als je de tweede sleutel ziet, roep dan sleutel. Sleutel! Uitstekend vliegwerk, draak.
hebben nog maar één sleutel nodig om Crusher en Pickle te redden. Kijk heel goed. Als je de laatste sleutel ziet, roep dan sleutel. Sleutel! Ja, daar in die luchtbel! Oh, maar de laatste sleutel is kapot. Dat komt helemaal goed. Wij kunnen dingen van metaal repareren. Dat doen we door te lassen. Hey, draak! Kun jij een superhete vlam spuwen? Nu hebben we de sleutels om Crusher en Pickle te bevrijden. Haha, alles komt goed, Pickle. We worden zo gered. Ha. Ja, hopelijk zijn ze hier voordat het touw breekt en wij in het moeras vallen. Voordat het touw breekt en wij in het moeras vallen, hè? Ja! Wieldoppen, we moeten ze redden en snel! Dan is het nu tijd voor lichtsnelheid! Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg dan knallenblaze! Knallenblaze! Hou jullie allemaal maar goed vast. We gaan naar huis. De ridders komen in actie. Ridders, yeah! Komen je steeds de hulp gegeven? Ridders, komen je steeds de hulp in het dag voor dag? Ridders, ridders. Superteam, kom snel. Moeten jullie zien? Wieldoppen. Iemand maakt een vreselijke bende van de stad. Wie zou nou zoiets doen, Superblaze? Ik weet het niet, maar daar kunnen we wel achter komen. We gaan observeren. Luister, en kijk je weer met ons mee? Oh, ik hoor iets. Het is een luid, bonkend geluid. Hé, hey, en ik zie iets. Voetafdrukken. Nu weten we dat degene die de troep maakt, stampt en grote voeten heeft. Zoeken jullie mee? Zie je iets wat stampt en grote voeten heeft? Sloop, sloop, sloop. Die robot, ja! Sloop. Oh, en er zijn nog meer robots. En ze slopen alles wat ze tegenkomen. Dat zijn vast slooprobots. Wieldoppen. Kom, we gaan tellen om te kijken hoeveel slooprobots er zijn. Tellen jullie met me mee? 1, 2, 3, 4, 5. 5 slooprobots? Oh, nee. Komt goed, Super Crusher. Ja, als we samenwerken, dan kunnen we die slooprobots wel aan. Dat klopt, want wij zijn... Het Superteam! Sloop, robot, recht voor ons!
Dit lijkt me een taak voor Super Pickle en zijn geweldige ijskracht. Hey, robot! Sloop. Ik heb een leuk cadeautje voor je. IJsrolschaatsen! Goed zo, Super Pickle. Je hebt die slooprobot verslagen. Maar er zijn nog meer op hol geslagen robots. We gaan tellen hoeveel er nog over zijn. Tel je mee? 1, 2, 3, 4. Jullie robots kunnen toch niet winnen van Super Crusher en zijn bellenkracht. Ik pak jou wel met een hele grote bel. Gedaan, Super Crusher. Je hebt nog een robot weten te verslaan. Maar er zijn nog meer robots. Hoeveel robots zijn er nog? 3. Ja. En we moeten ze snel tegenhouden, want ze stappen recht op dat verjaardagsfeestje af. Kom op, Super AJ. We moeten die slooprobot zien te stoppen met onze superkracht. Superkracht! Goed gedaan, superteam! Maar wat doen we nu met die slooprobot? Nou, ik heb ze net even geobserveerd. En zo te zien hebben de robots een speciale knop. Een knop waarmee je de robots niet laat slopen, maar opruimen! Oké! Het lukt! Ja! De robots ruimen de troep op die ze zelf hebben gemaakt. Opruimen. En dat is hoe het superteam de stad niet alleen bevrijdde van de slopende robot, maar er ook de schoonste stad van de hele wereld van maakte. Weten jullie nog? 3 monsterbielen hebben onze hulp nodig. De eerste is de cowboy. Met een grote cowboyhoed op zijn hoofd. Zoek je met ons mee? Als je een cowboytruck ziet, zeg dan cowboy. Wow! 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 Cowboy! Wow! Nu ga ik daarheen! Wow! En nu ga ik daarheen! Wow! De cowboy heeft geen controle over zijn wielen. En ik weet hoe dat komt. Kijk maar mee. Systeemcontrole. Er is een probleem met het stuursysteem. Kijk, de stuurkolom is kapot. Daardoor kan hij zijn banden niet in de juiste richting sturen. Wow. 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 Wieldoppen. We moeten achter de cowboy aan om hem te repareren. Maar de brug is kapot. Geen probleem. Ik weet hoe we naar de overkant kunnen. We gebruiken die schansen. Ja, als we de juiste schans nemen, springen we met gemak naar de overkant. Eens kijken. Als we de rode schans nemen, komen we daar terecht. En als we de gele schans nemen, daar. Welke schans brengt ons naar de overkant? De rode schans, ja! Oké! Het is gelukt! Wow! En daar rijdt de cowboy! Uh-oh, maar die brug is nu ook kapot! Dat geeft niet! Kijk, verderop staan nog meer schansen! Ja! Als we de groene schans pakken, komen we daar terecht. En als we de blauwe schans pakken, daar! Welke schans brengt ons naar de overkant? De blauwe! Juist! Oké! Het is gelukt!
bij de cowboy te komen, moeten we nog één keer springen. Kom mee, we gebruiken die schansen daar verderop. Als we de oranje schans pakken, komen we daar terecht. Als we de paarse schans pakken, daar. En als we de witte schans nemen, op dat punt. Welke schans brengt ons naar de overkant? De paarse schans, ja! Hou vol, cowboy! Oké, monteursteam. Wij repareren het! Wauw, moet je dat zien? Als ik nu aan mijn stuur draai, dan draai je mijn panden ook mee! Yay! Doe het weer! Het is je gelukt, Gabby! Bedankt, monteursteam! Ik zie jullie gauw! Doei, cowboy! Oké, team. We moeten weer verder. Ja, er zijn nog meer monsterwielen die onze hulp nodig hebben. Monteursteam, wij repareren het! Jack Systeem! Systeem, delen, werken samen. Systeem, ze klaren de klus. De pomp stuurt de brandstof door de leiding. Van de tank naar de motor heel snel. Brandstofsysteem! De stuurboom draait door het stuurwiel. Zo draaien wielen naar elke kant. Sturingssysteem! Brandstof, circuits, zuigers, bougies, wielen draaien, snelheid bereikt. Brandstofsysteem! Systeem, delen werken samen. Systeem, ze klaren de klus. Systeem, delen werken samen. Watson de Peppers! Die koolspaghetti die verandert in een spaghetti tornado! Oeps, dat ging niet zoals ik wilde. Nou ja, er is in ieder geval niets met mij. Onze vrienden! Ze zijn in gevaar! Oh nee! Iemand heeft mijn toverstokje gepakt en een verkeerde spreuk gebruikt! Rustig maar, Pikkel. Ik ken iemand die de toverspreuken kan herstellen om onze vrienden te redden. Echt waar? Wie dan? Pikkel de Geweldige! Pikkel de Geweldige? Ha! Dat ben ik! Ja! Jij kan dat, Pikkel! Jij kunt goed toveren! Je hebt gelijk. Met mijn toverstok is er helemaal niets dat ik niet kan. Yeah! Pikkel de Geweldige komt jullie helpen. De winter! Oh nee, die ballonnen duwden hem tegen de cementmolen en die giet het cement nu op straat. Kijk uit! Wow! Oh nee, we moeten Darrington zien te bevrijden van die ballonnen. Maar we kunnen niet rijden over dat natte cement. Wat moeten we nou doen? We hebben iets nodig met de juiste lengte om naar de overkant te komen. Dus kom op! Laten we gaan meten. Ja, als je iets meet, dan onderzoek je hoe breed of hoe lang iets is. Je plaatst je meetlat aan het begin van wat je wilt meten. Dan volg je de cijfers tot je bij het eind bent van wat je meet. Het cement eindigt bij dit cijfer hier. Welk cijfer is dat? 5, ja! Dit bad met cement is 5 meter lang. Oh, ik kan wel iets maken dat ook zo lang is. Abracadabikkel! Dat is een 5 meter lange regenboog. Wow! Woehoe! Woehoe!
is gelukt. En daar vliegt Darrington. Kijk uit daar beneden! Oh nee! We hebben iets nodig wat hoog genoeg is om over al die containers te komen. Kom op, we gaan weer meten. Om te meten plaatsen we onze meetlat onderaan bij de containers. Dan volgen we de cijfers tot aan de top van de containers. De stapel containers eindigt hier. Welk cijfer is dat? 7, ja! De stapel containers is 7 meter hoog. Ik weet wel iets wat ons zo hoog kan krijgen. Abracapickle! Dat is een grote speelgoedgiraf! Wauw! Goed gedaan, Pickle! Wow. Kijk, daar gaat Darrington. Hij zweeft in de richting van dat hoge gebouw. Ik moet daar boven zien te komen. Dan kan ik de ballonnen tegenhouden met mijn toverstok. Kom op, help ons meten. We plaatsen de meetlat onderaan het gebouw en volgen dan de getallen tot aan de top. Welk getal is dat? 14, ja! Wow, Pickle, lukt het jou om iets te maken wat 14 meter hoog is? Ik kan het proberen. Abraka, Pickle! Wieldoppen! Dat is een 14 meter hoge stapel wafels. Jongens! Dit is onze kans om Darrington te redden. Helpen jullie mij met de toverspreuk? Zeg, abracapickle! Abracapickle! Het is je gelukt, Pickle. Jij toverde al die ballonnen om in één enkele ballon. Bedankt dat jullie me hebben gered. En bedankt voor de wafels. Hop. Oeps. Oh-oh. De kleine olifantjes vallen in de kogel. En nu zitten ze vast. Oh, nee. Vrienden in nood. We moeten ze eruit zien te krijgen. Maar hoe? Die kogel klift enorm. Hé, ik weet waarmee we ze eruit kunnen halen. Met een werphengel. Ja, kijk maar mee. Met een werphengel kun je met behoorlijk wat kracht trekken. Dat komt omdat ze een lange draad hebben die verbonden is met een werpmolen. Een klein wieltje draait een groter wiel en geeft de hengel daardoor meer trekkracht. Maar waar vinden we zo snel een werphengel in een kauwgomfabriek? Maar we hoeven niet op zoek naar een werphengel. We gaan er een maken. Eerst maken we het visdraad. Dat is een lange draad waarmee we de buit kunnen binnenhalen. Om de visdraad te maken, roep visdraad. Visdraad! Als tweede maken we de tandwielen. Als ze draaien, dan trekt de hengel met extra veel kracht. Voor de tandwielen roep je tandwielen. Tandwielen! En als laatste de zwengel. Dat is het deel dat de tandwielen draait. Voor de zwengel roep je zwengel. Zwengel! Oh yeah! Ik ben een werphengel monsterdruk! Wow! Komen jullie mee, jongens? We moeten de olifantjes redden. Werphengel, werp! We hebben haar! Dan gebruiken we nu de werphengel om kleine Annie met heel veel kracht uit de kauwgom te trekken. We draaien de werpmolen 3 keer. Tel je mee tot 3? 1, 2, 3! Whee! Ik heb je, Annie! Joehoe! Oh, nee. Ik ben hier! Oeh, kijk! Daar is kleine Olly! We komen eraan, Olly! Werphengel, werp! Oké! Olly zit in nog kleverige kauwgom. Dus om hem eruit te kunnen trekken, draaien we de zwengel deze keer 4 keer. Tel je met me mee tot 4? 1, 2, 3, 4! Veilig, Olly! Nu hoeven we nog maar 1 olifantje te redden. Kleine Ellie. Help! Ik zit vast!
Werp, Engel! Werp! Hoera! Ellie zit vast in de kleverigste kauwgom. Om haar eruit te trekken, draaien we de werpmolen 7 keer. Tel je mee tot 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Woe! Ik heb je, Ellie! Oh, graag gedaan, kleintjes. Kom nu maar mee, jongens. Dan gaan we op zoek naar de rest van onze vrienden. Ja! IJsbekogelbaai. Dat is toch eens een vreemde naam? Ik bedoel, waarom zou je een plek als deze zo noemen, tenzij... Barrington! Kijk uit! Wow! Wow! Oh, nee! Arme Barrington! Lees! We moeten hem redden. Maar een grote muur van ijs blokkeert ons de weg. We moeten door al dat ijs heen zien te breken. En ik ken een boot die heel veel momentum heeft. Perfect om het ijs te breken. Ik heb het over een ijsbreker. Ja! Een ijsbreker is groot en zwaar. En hoe sneller ze gaan, hoe meer momentum ze hebben om het ijs te breken. Kom op, help me om mij in een ijsbreker te veranderen. Eerst maken we de romp. Dat is het deel van het schip wat in het water drijft. Om de romp te maken zeg je romp. Romp! Nu maken we een stalen boeg, zodat de boeg extra stevig is. Om de stalen boeg te maken zeg je stalen boeg. Stalen boeg! En als laatste de propellers. Zij zorgen ervoor dat het schip vaart maakt en geven momentum. Om de propellers te maken, zeg je propellers. Propellers! Oh yeah! Ik ben een ijsbreker. Monsterdruk! Yeah! En dan is het nu tijd om Darrington te redden met... Momentum! Daar is Darrington! Oh ja! Maar een grote muur van ijs blokkeert ons de weg. Om er doorheen te breken, moeten we snelheid maken voor meer momentum. We moeten versnellen naar een snelheid van 5. Tel je mee tot 5? 1, 2, 3, 4, 5! Momentum! Dag! Yeah! Doppen. Nog een ijsmuur. En hij is zelfs nog groter dan daarnet. Dan hebben we nu dus nog meer momentum nodig. Help me versnellen naar een snelheid van 6. Tel mee tot 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Momentum! Yeah. Kijk! We hebben Darrington al bijna ingehaald. Oh, maar er is nog een ijsmuur. En dat is de grootste tot nu toe. Om die te breken hebben we dus nog meer momentum nodig. Een momentum van 7. Tellen jullie mee tot 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Momentum! Verloren schat, we komen eraan! Kijk uit! Wow. Oh, oh.
het scheelde niet. Blaze! We zitten vast! Kan er niet uit! Alle moeren! Onze vrienden zitten vast in die zuigervallen. We moeten ze redden. Maar hoe kunnen we ze bevrijden? We weten niet in welke val ze zitten. We moeten een manier zien te vinden om in de vallen te kunnen kijken. Bijvoorbeeld met röntgenfotonen. Ja! Een röntgenapparaat produceert speciale fotonen die door dingen heen dringen en zo kunnen laten zien wat erin zit. Met een röntgenapparaat kunnen we zien wie van onze vrienden in welke val zit. Kom op, we bouwen de onderdelen om mij in een röntgenapparaat te veranderen. Eerst bouw een elektrische generator om het apparaat van elektriciteit te voorzien. Voor de generator roep generator! Generator! En nu de röntgenbuis. Die zet de elektriciteit om in röntgenfotonen. Om de röntgenbuis te maken, roep je röntgenbuis. Röntgenbuis! En tot slot een collimator. Die verzamelt de fotonen en schiet ze weg. Om de collimator te maken, roep je collimator. Collimator! Oh yeah! Ik ben een röntgen monster truck! Oké! Blaze! AJ! Help me! Ik hoor Strides! Hij zit in één van die zuigervallen. We gaan hem zoeken met onze röntgenstralen. Activeer röntgenfotonen! Kijk goed naar de zuigervallen. Als je Stripes ziet, roep dan Stripes! Stripes! Hou vol, Stripes! Yeah! Bedankt, Blaze! Hey jongens! Ik zit hier! Dat is Starla! Hou vol, Starla! We vinden je wel! Activeer röntgenfotonen! Als je Starla ziet, roep dan Starla! Starla! We komen eraan, Starla! Yeah! Oh, okay. Bedankt, cowboys! Nu moeten we nog op zoek naar Zeg! Zeg! Zo te horen zit hij in een van die vallen. Activeer röntgenfotonen! Als je Zeg ziet, roep dan Zeg! 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 Yeah! Goed gedaan, Blaze! Je hebt ons uit de zuigervallen gered! En kijk, daar gaat de kampioenschapstrofee! En die vliegende bezorger zit bijna zonder stroom! De trofee staat nu bovenop dat gebouw! Oh-oh, Crusher is bijna bij het trofee! Nu is hij eindelijk van mij! Helemaal van mij! Als we eerder bij de kampioenschapstrofee willen zijn dan Crusher, dan moeten we opschieten! Het is tijd voor lichtsnelheid! Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Ik ga die trofee pakken! Yeah! Oké! Om Blaze te kunnen redden, moeten we eerst langs die modderballen zien te komen. Maar hoe? Wauw, een olifant. Met de perfecte adaptieve eigenschap om ons te helpen. Zijn slurf. Olifanten wonen in warme gebieden en moeten zorgen voor verkoeling. Gaandeweg zijn hun slurven steeds beter geworden in het opslurpen en uitspuiten van water. Ze spuiten het op hun lichaam en in hun mond om te drinken. Hallo, olifant. Zou jij ons kunnen helpen die modderballen weg te spuiten met water? Mooi. Haal maar wat water, dan kunnen we spuiten. Woehoe! Wij vertellen de olifant wanneer die water moet spuiten. Als je modderballen aan ziet komen, roep dan modderballen.
ballen! Yeah! Goed gemikt, olifant! Blijf kijken! Als je meer grote modderballen ziet, roep dan modderballen! Modderballen! We zijn er bijna. Als je meer modderballen ziet, roep dan modderballen. Modderballen! Yeah! Oké, we zijn voorbij de modderballen. Bedankt, olifant. Dat zie je goed, aapje. Daar is de modderput. Hou vol, Blaze. Je vrienden komen in actie. Blaze, kijk eens naar boven. AJ, jullie zijn er. Dat zie je goed. En ik heb wat vrienden meegebracht om je eruit te helpen. Wow! Hey, hallo dieren! Oké, vrienden, we kunnen aan het werk. Vuurvliegje, kun jij met jouw licht een lange liaan vinden? Perfect! Kijk, olifant, als jij de liaan vasthoudt met jouw slurf, kunnen wij ons eraan naar beneden laten zakken. Daar gaan we! Oké, aapje. Mag ik nu van jou een slinger naar Blaze? Woehoe! Wow! Goed gedaan, AJ. Wat fijn om jou weer achter het stuur te hebben. Bedankt, Blaze. Oké, we halen je er weer uit. Dat zal niet meevallen. Die modder is super plakkerig. Je kan het wel, Blaze. Je hebt alleen wat extra kracht nodig. De kracht van lichtsnelheid. Ik ben er klaar voor, AJ. Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Roep dan knallen, Blaze. Knallen, Blaze. Bedankt, jongens. Zonder jullie hulp was het me nooit gelukt om eruit te komen. Graag gedaan, Blaze. En hey, nu je weer veilig bent, wat zullen we eens gaan doen? Goed idee, klein aapje. We kunnen gaan vliegeren. Dat klinkt als opa Pikkel. Kijk, daarboven. Opa's ruimteschip vliegt naar de ruimte. Goed, dan moeten wij ook naar de ruimte om opa te redden. Hey Blaze, hoe komen we in de ruimte? Ik weet het. We worden... ruimteschip... Wow! Monster Trucks! Kijk! Daar is opa! Rustig maar, opa! Want ruimteschip Pikkel komt in... actie! Oh nee! Ruimtebellen! Kijk uit! Een sterrentunnel! Wow!
Wow. Nou, gelukkig zijn er geen planetoïden. Oh nee. Om opa te kunnen redden, moeten we langs die planetoïden. We kunnen het, Pikkel. We moeten gewoon het juiste patroon volgen. Ja, kijk maar mee. Eerst laten we de ruimtebellen knappen. Dan zoeven we door de sterrentunnel. En dan laten we de planetoïden barsten met onze lasers. Knap, zoef, barst. Dat is het patroon. Oh, wauw. Kom op, volg met ons het patroon. Knap, zoef, barst. Knap, zoef, barst. Knap, zoef. En wat komt er dan? Barst! We blijven dit patroon volgen om bij opa te komen. Knap. Zoef. Barst. Knap. Zoef. Barst. En wat komt er nu? Knap. En wat komt er als laatste? Barst! Oké! Het is ons gelukt! En kijk, daar is opa! Opa! Goed nieuws, Pikkel. Dit ruimteschip is onderweg naar een heel groot koekje. Opa? Ik denk dat je even je bril moet opzetten. Oh, wat mal van me. Dat is geen groot koekje. Dat is de maan. Pikkel! Oh, nee. We moeten opa gaan redden. En snel, voordat hij straks op de maan botst. Vlug, dan is het tijd voor ruimteschip lichtsnelheid. Als je wilt dat we met lichtsnelheid gaan, roep dan knallenblaze. Knallenblaze! Oh nee, zet je schrap. Je hebt me gered! Oh, dank je, Pikkel. Wat ben ik trots op je. Oh, graag gedaan, opa. Hou je maar goed vast. Dan halen we gauw de anderen op voor een bezoekje aan Augurkenpark. Wow! Die oliebronnen spuiten glibberige olie over de rails. Wiebelende wieldoppen. Het zal nog niet meevallen om een trein die over een glibberige rails rijdt tot stilstand te brengen. Ja, zware dingen zijn lastig te stoppen als ze bewegen. Ze hebben namelijk veel inertie. Het moet ons lukken, Starla. We kunnen samen aan de trein trekken. Trek zo hard als je kan. Wat een goed idee, Blaze. Jip, jip, ja! 1, 2, 3! Om de trein en mijn taart te kunnen redden, zullen we harder moeten trekken. Help je ons meetrekken met een kracht van 7? Tel maar mee tot 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! De trein remt al iets af, maar hij stopt nog niet. Kom op, we moeten harder trekken. Help ons onze kracht te verhogen naar 15.
Tel maar mee. Begin bij 7. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Hij rent nu nog verder af. Maar hij staat nog steeds niet stil. Uh-oh, mijn verjaardagstaart is al bijna aan het einde van het spoor. Dan zullen we moeten trekken met een nog grotere kracht. Een kracht van 20. Tel je mee? Begin bij 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Is gered! Goed gedaan, Starla! Hey, bedankt, jongens! En zonder jullie was het me nooit gelukt! Ah, graag gedaan, Starla. Nou, kom op! Dan brengen we de taart terug naar waar die hoort. Je verjaardagsfeestje! Yeah! Woehoe! Blaze, kijk uit! Wat een boze bellen! Wow! We moeten wel oppassen, anders worden wij ook nog gevangen in een barre boze bel. Hé, hey, ik heb een idee. Nu we ridders zijn, kunnen we de bellen doorprikken. Je hebt gelijk, ridder AJ. En dat kan met onze zwaarden. Ja, we hoeven ze alleen te verdelen en daarna prikken we allebei evenveel bellen door. Kijk je mee? Er zijn 2 ridders en 6 bellen. Wat als we ze nou eens zo verdelen? Hebben we dan allebei hetzelfde aantal bellen? Nee, de bellen zijn niet gelijk verdeeld. Maar wat als we de bellen nou eens zo verdelen? Hebben we dan allebei hetzelfde aantal bellen? Ja, we hebben er elk 3. Nu is het gelijk verdeeld. Verdeel de bellen! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Woehoehoe! Mooie actie, ridder Blaze! Kijk uit, ridder AJ! Nog 8 barre boze bellen! We kunnen de bellen zo verdelen. Hebben we dan hetzelfde aantal bellen? Ja, we hebben er allebei 4. Verdeel de bellen! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Yeah! Help! Luister, zo te horen is Violet vlakbij. Maar om bij Violet te komen, moeten we nog meer bellen doorprikken. Maar liefst 10 barre boze bellen. Wat als we de bellen nu eens zo verdelen? Hebben we dan elk hetzelfde aantal bellen? Nee, we proberen het opnieuw. Wat als we ze nu eens zo verdelen? Hebben we nu hetzelfde aantal? Ja, we hebben nu elk 5 bellen. Verdeel de bellen! 1, 2, 3, 4, 5! Kijk, daar is Violet. Maar de wind blaast haar bel weg. Wow. Kom op, stap in, AJ. Het is tijd voor lichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg dan knallen, Blaze. Knallen, Blaze. Ik ben vrij! Bedankt, ridder Blaze en ridder AJ. Hey. Oh, graag gedaan, Violet. En we zijn niet de enigen die blij zijn dat je weer veilig bent. Kijk, daar heb je de andere eenhoorns. Kom hier, Violet.
We zijn weer helemaal compleet. We gaan naar huis. Wat een goed idee. En ik weet een perfecte manier om daar te komen. De zeven eenhoorns maken samen een magische regenboogbaan. Kom op, Blazen AJ. Doe maar mee. Ridders naar de regenboog. Woehoe! Die hotdogballon vliegt nu verder boven het water. Om hem in te halen hebben we iets nodig wat ons heel snel over het water verplaatst. Hey, ik weet waarmee dat kan. Een draagvleugelboot. Die is heel licht en heeft twee sterke motoren. Een draagvleugelboot glijdt supersnel over het water. Kom op, we gaan bouwen. Eerst maken we de draagvleugels. Die zijn heel licht, zodat onze boot vlak over het water glijdt. Om de draagvleugels te maken, roep je draagvleugels. Draagvleugels! En nu bouwen we de propeller. Als je de propeller draait, dan duwt hij de boot vooruit. Voor een propeller roep je propeller. Propeller! En als laatste bouwen we twee krachtige motoren, zodat onze boot heel snel kan. Voor de motoren zeg je motoren. Motoren! Oh ja! Ik ben nu een draagvleugelboot. Monstertruck! Yay! Oké! Je hebt gelijk, Stunt Kitty. Daar gaat Darrington. Die ballon vliegt echt heel hoog. We moeten een manier zien te vinden om bij hem te komen. Hey, wacht. Stunt Kitty heeft weer een idee. Wow! Stunt Kitty gebruikt een parachute als vlieger, zodat ze door de lucht kan zweven. Ja, ze is aan het parasailen. Stunt Kitty, daar ben je! Oh, gelukkig ik! Oh nee! Stunt Kitty probeert Darrington te redden, maar ze vliegt niet hoog genoeg om erbij te kunnen. Ja! Geen zorgen. Ik weet hoe we haar parachute hoger kunnen laten vliegen. We moeten gewoon onze boot sneller laten gaan. Het is tijd voor versnelling. Ja, om Blaze sneller te laten gaan, roep je versnelling. Versnelling! Kijk, het lukt! Als ik sneller ga, dan gaat Stunt Kitty's parachute omhoog. Vliegt Stunt Kitty nu net zo hoog als Darrington? Nee, nog niet. Ze moet nog iets hoger vliegen. Wow! Stunt Kitty! Om Stunt Kitty hoger te laten vliegen, moeten wij nog verder versnellen. Roep versnelling! Versnelling! Hoe sneller wij gaan, des te hoger gaat Stunt Kitty's parachute. Vliegt Stunt Kitty nu net zo hoog als Darrington? Nee, ze vliegt net niet hoog genoeg. Hey, kijk! Een donkere stormwolk recht voor ons. Een stormwolk? Stunt Kitty! Vlug! Als we Darrington willen redden, dan zullen we nog verder moeten versnellen. Roep dan nu versnelling! Versnelling! Vliegt Stunt Kitty nu net zo hoog als Darrington? Ja! Stunt Kitty! Ja! Ze heeft hem gered!
Nou, Stuntkitty, jij bent het dapperste poesje van de hele wereld. Miauw, miauw, miauw. Kijk uit! Alle moeren, die rotsen, blokkeren ons pad. Maar hoe krijgen we het water dan bij de brandweer? De enige manier waarop we langs die berg rotsen kunnen komen, is door er met veel kracht doorheen te beuken. Ja, en ik weet hoe we kunnen zorgen voor die kracht. We moeten onszelf zwaarder zien te maken, zodat we meer massa krijgen. Een massa van maar liefst 100 ton. Laten we eerst eens kijken hoeveel massa ik nu heb. Is dat het getal 100? Nee, dat is maar 50. Ik heb meer massa nodig. Hé, ik heb een idee. Hallo, hoort u mij? Vrachtwagen Blaze heeft hulp nodig. Hoort u mij? Begrepen, AJ. Daar is dokter Rashi. Ik hoorde dat je hulp nodig had, dus ik kwam zo snel als ik kon. Fijn, dokter. Klim er maar op. Laten we kijken of de massa van Blaze nu wel 100 ton is. Is dat het getal 100? Nee, dat is 60. Blaze heeft nog meer massa nodig. Kijk, daar heb je de bouwvakkers. Hey, Blaze, heb je hulp nodig? Yeah! Ja. Bedankt, jongens. Is dat het getal 100? Nee, dat is 80. Dat is al heel zwaar. Maar om door de rotsen te kunnen beuken, heb ik nog meer massa nodig. Wacht eens, Blaze. Volgens mij hoor ik de gorilla's. Zij komen ook helpen. Bedankt, gorilla's. Eens kijken wat mijn massa nu is. Is dat het getal 100? Ja! Ik weeg nu 100 ton! Hou jullie maar goed vast. We beuken hem erin. Goed gedaan, Blaze. Hartstikke bedankt voor jullie hulp. Blaze, kijk. Dat is de rook van de brand. We moeten het water snel naar de brandweer brengen. Activeer vrachtwagen lichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg dan knallen, Blaze. Knallen, Blaze. Ik zit zonder water. Ik ook. En ik ook. Maar kijk wie we daar hebben. Vrachtwagen Blaze. Drop het water. Woehoehoe. Het is gelukt. De brood is geblust. Bedankt, Blaze en AJ. Zonder jullie hadden we die brand nooit kunnen blussen. Graag gedaan, brandweermannen. Niet vergeten, wil je iets belangrijks laten bezorgen? Bel dan met vrachtwagen Blaze. Ja! Vrachtwagen, om die sleutel te kunnen pakken, moeten we eerst voorbij dat kanon zien te komen. Hé, ik heb wel een idee. Met een schild kunnen we de kanonskogels van ons afslaan. Ja, we gaan er een bouwen uit vormen. We gebruiken geometrie. Om een schild te maken, maken we eerst een vijfhoek. Kijk zo. Voor de vijfhoek roep je vijfhoek. Vijfhoek! En nu maken we vier driehoeken. Om vier driehoeken te maken, roep je vier driehoeken. Vier driehoeken! Oh yeah! We hebben een monster!
monstertruck speelt! Woehoe! Gebruik het schild! Ja! Yeah! Het is gelukt, Blaze! En kijk! Daar heb je de toversleutel. Oh. Wieldoppen, hij heeft nog een toverspreuk. En deze keer gebruikt hij een spreuk voor... een enorme muur. Wow, deze muur is echt heel erg hoog. Dan maken we iets met behulp van geometrie waarmee we de muur kunnen slopen. We maken een sloophamer. Om een sloophamer te bouwen, maken we eerst twee rechthoeken. Om twee rechthoeken te bouwen, roep je twee rechthoeken. Twee rechthoeken! En nu nog zes trapeziums. Om zes trapeziums te maken, roep je zes trapeziums. Zes trapeziums! Oh yeah! We hebben een monstertruck sloophamer! Sloophamer, sloop! Woehoehoe! Lees, kijk! Het is de toversleutel! We hebben hem bijna! Oh. Maar zo te horen moeten we nog langs één toverspreuk. Een spreuk die zorgt voor grote bellen! Wow! We hebben iets nodig om die bellen te laten barsten. Hé, hey, ik weet iets. We gebruiken geometrie en maken een zwaard. We beginnen met drie driehoeken. Om drie driehoeken te maken, roep je drie driehoeken. Drie driehoeken. En nu twee rechthoeken. Om de rechthoeken te maken, roep je twee rechthoeken. Twee rechthoeken. En tot slot vier parallelogrammen, zoals deze. Om vier parallelogrammen te maken, roep je vier parallelogrammen. Vier parallelogrammen! Oh yeah! We hebben een monstertruck zwaard! Oké! We gaan die bellen laten barsten! Nu is er nog maar één bel over. Maar die vliegt er vandoor met de toversleutel erin. Die sleutel laten we niet zomaar gaan. Want wij hebben lichtsnelheid. Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, roep dan... Knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Hij verdwijnt weer in het videospel. En hij opent het laatste slot. Het is gelukt. De draak is weer vrij. Woehoe! Het is gelukt, AJ. We hebben de draak gered en het spel gewonnen. Wow, kijk dan, wat gebeurt er? Wow! Het is de draak! Hij is hier in Exelstad! Om ons te bedanken voor zijn redding, wil de draak ons graag meenemen voor een vliegtochtje! Wow, dat wil ik wel! Blaze, kijk! Daar gaat Crusher en Pickles hete luchtballon. We moeten ze vlug zien te redden. Ze zijn al bijna bij de slijmvulkaan. Kom mee. Pickle, het is nu net alsof ik een wolkcowboyhoed draag. Wacht, nu is het net alsof we wolk-eenhoornhoorns hebben. Zo betoverend. Oh,
En nu hebben we wolkbrillen. Oh, dat is handig. Want zonder deze brillen hadden we die grote slijmvulkaan daar nooit kunnen zien. Een grote slijmvulkaan? Oh nee, Worstje en Pikkel zijn al bijna bij de grote slijmvulkaan. Wieldoppen, als we ze op tijd willen redden, dan moeten we sneller. We verhogen onze snelheid helemaal tot 100. Tot 100? Wow, zo snel zijn we nog niet eerder gegaan. Maar we kunnen het wel, want wij hebben lichtsnelheid. Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan knallen, Blaze. Knallen, Blaze! Yeah! Oh, yeah! Laten we kijken op onze snelheidsmeter of we wel snel genoeg gaan. Staat de wijzer van de meter nu op 100? Ja! We komen eraan, Crusher en Pikkel! Hoera! Jullie hebben ons gered! Graag gedaan, jongens. Hou jullie vast. Ballonnenfeest, we zijn onderweg! Gedaan, Pikkel. Dat is vreemd, zeg. Iemand heeft de elektriciteit op de kermis uitgeschakeld. Alle lichten zijn uit. En de attracties zijn gestopt. En die prijzen vallen naar beneden. Uh-oh. We zitten vol, help! Blaze! Waar zijn we hier? Blaze, luister. Ik hoor onze vrienden om hulp roepen. Wieldoppen, het is wel heel erg donker op de kermis. Om onze vrienden te vinden, hebben we licht nodig en veel. Ik weet iets, we maken een zoeklicht. Zoeklichten zijn perfect om mee te zoeken in het donker. Yeah, we gaan bouwen en veranderen mij in een zoeklicht. Als eerste hebben we een batterij nodig voor de elektriciteit. Voor de batterij roep je batterij. Batterij! En daarna hebben we een krachtige lichtbron nodig, die met behulp van stroom een krachtige lichtstraal laat zien. Voor de lichtbron zeg je lichtbron. Lichtbron! En als laatste hebben we de leiding nodig om de stroom door de stroomkring te laten bewegen. Voor de leiding zeg je leiding. Leiding! Oh ja! Ik ben een zoeklicht! Monstertruck! Oké! Kom, we zetten het zoeklicht aan. Kijk! De elektriciteit beweegt door de stroomkring en laat ons zoeklicht schijnen. Help! Dat klinkt als Stripes. Zoeken jullie mee naar Stripes in die berg prijzen? Als je Stripes ziet, roep dan Stripes. Stripes! Stripes, pak vast! Yeah. Woe! Bedankt, Blaze! Hey, cowboys! Ik ben hier! Dat klinkt als Starla. Hou vol, Starla! We vinden je wel! Kijk heel goed. Als je Starla ziet, roep dan Starla. Starla! Hey, howdy jongens! Yeah! Joehoe! Bedankt voor de helpende band! Joehoe! Vergeet Zack niet! Zo te horen is Zack daar ergens! Helpen jullie mee zoeken? Als je Zack ziet, zeg dan Zack!
Zack! Hier, pak aan, Zack! Zack! Jij, Zack, gered! Oh, dank je, dank je, dank je! Graag gedaan, Zack! En nu we niet meer vastzitten, kunnen we weer terug naar de racestoel! Wacht, cowboys! Eerst moeten we nog iets regelen. Hier, ik zet de stromer weer op. Okay. Ik kan niks zien omdat mijn kroon over mijn ogen hangt. Arme koning, hij botst steeds tegen bomen aan. En boomstammen. En... Wow! Een valstrik! Sweep, sweep! Wie wil nou de koning in de val lokken? Ik denk dat ik het al weet. Het zijn de ramptruckvandalen. Oh, en kijk wat ze bij zich hebben. Een kanon. Wie wil nou de koning in de val lokken? Ik denk dat ik het al weet. Het zijn de ramptruckvandalen. Oh, en kijk wat ze bij zich hebben. Een kanon. Wow! Sweep, sweep! Geen zorgen, Sweep. Het lukt ons heus wel om langs dat kanon te komen. We hebben alleen een plan nodig. Ja, eens even denken. Kanonnen schieten met ijzeren kanonskogels. En de deeltjes in ijzer hechten zich zo goed aan elkaar dat het bijna onmogelijk is om ze te breken. Maar als je ijzer verwarmt, dan bewegen de deeltjes zich verder en verder van elkaar tot het ijzer smelt. Slim bedacht, AJ. Hadden we nou maar iets wat heet genoeg is om die ijzeren kanonskogels mee te smelten. Sweep, 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 sweep! Natuurlijk, Sweep! Denk je dat je met jouw vuur die kanonskogels kunt smelten? Sweep, sweep! Oké! Je bent een kleine dappere draak, Sweep. Stap maar in. We moeten de koning gaan redden. Ridders, handen! Kanonskogels! We gaan tellen hoeveel het er zijn. Tel je mee? 1, 2, 3. We vragen aan Sweep of hij de 3 kanonskogels kan smelten. Zeg, smelter 3, Sweep! Smelter 3, Sweep! Het is gelukt! Goed gedaan, Sweep! Ze vuren nog meer kanonskogels af. Tel je mee? 1, 2, 3, 4. 4 kanonskogels. We vragen aan Sweep of hij ze kan smelten. Zeg, smelter 4, Sweep! Smelter 4, Sweep! Yeah. Mooi gesmolten! Kijk, we zijn al bijna bij de koning. Wow, er komen nog heel veel kanonskogels aan. Tel je mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zeg, smelter 6, Sweep. Smelter 6, Sweep. Is je gelukt, Sweep! Nu kan er niks meer fout gaan bij het redden van de koning! Hoera! Ik ben vrij! Oh, kon ik nu maar zien wie me gered heeft? Sweep! Oh, je bent echt het allerbeste draakje dat een koning zich kan wensen! Oh, en natuurlijk ben ik jullie beiden ook zeer dankbaar, Blaze en AJ. Ik benoem jullie hierbij tot
de dapperste ridders van het hele koninkrijk. En wat jullie betreft, ramptruck-vandalen, jullie waren vandaag weer eens vreselijk stout. Bieden jullie je excuses maar eens aan. Excuses aanvaard. En nu we weer vriendjes zijn, verklaar ik het feest voor geopend. Vrienden, daar zijn jullie. Oh, kijk uit achter jullie. Planetoïden, ze komen deze kant op. Oh nee! Dit slecht. We moeten die grote rotsen zien tegen te houden. Maar hoe? Ik weet wel hoe we ze kunnen stoppen met onze laserblasters. Tjoewee! Ik wist niet dat we lasers hadden. Daarmee schieten we die planetoïden in stukjes. Maar we moeten opschieten. Daar komen al drie planetoïden. Kom op. We moeten onze laserblasters programmeren. We geven ze instructies. Kijk je mee? Met deze instructies schieten de robots met hun lasers. En door de instructie te herhalen, weten ze hoeveel keer. Voor drie planetoïden moeten we drie keer schieten. Welke van deze is het getal drie? Ja, dat is drie. De instructies zijn vooruit, schiet, herhaal drie keer, stop. Ze zijn geprogrammeerd. Vooruit! En schiet hem maar! 1, 2, 3! En stop! Woehoe! We hebben ze! Pak aan, planetoïde! Blaze, we kunnen wel wat hulp gebruiken. Er komen nog 7 planetoïden deze kant op. Oké, we zullen deze keer dus 7 keer moeten schieten. Welk van deze is het getal 7? Ja, dat is 7. We hebben een instructie. Vooruit en schiet hem maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En stop. Goed gedaan, jongens. Zo te zien hebben we met alle planetoïden afgerekend. Dat klopt. Behalve die planetoïde daar! Wow! Wiebelende wieldoppen! Dat zijn heel veel planetoïden! Jullie kunnen het, robots. Jullie moeten alleen veel schieten. Wel 100 keer. Wat? 100 keer? Kom op, dan gaan we de robots 100 keer laten schieten. Welk van deze is het getal 100? Dat is 100, ja! We hebben de instructie. Vooruit en schiet hem maar! 100 keer! Planetoïden zijn vergrast. Dan kunnen we nu commandant Megan helpen. Kom mee. Goed gedaan, ruimterobots. Ik wist dat jullie het konden. We zijn blij dat u veilig bent, commandant Megan. Oké, kom op allemaal. We maken de raket en brengen commandant Megan terug naar de aarde. Daar gaan we. Hij doet het weer! Yeah!
En dan helpen we nu commandant Megan zo snel mogelijk naar huis. We laten haar vliegen met lichtsnelheid. Klaar voor de lancering, Blaze? Willen jullie dat we met lichtsnelheid gaan? Roep dan knallen, Blaze! Volgende halte, thuis! We moeten opschieten! Ze mogen niet in dat stinkende moeras terechtkomen! Dan kunnen we maar beter met lichtsnelheid gaan! Wow! Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Roep dan knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Te stoppen moeten we harder trekken. Kom op, we vergroten onze trekkracht naar 5. Tel je met ons mee tot 5? 1, 2, 3, 4, 5! Kijk, het lukt! We worden sterker! Jullie hebben gelijk, kippen. We gaan nog steeds richting dat stinkende moeras. Robots, we moeten nog harder trekken. We vergroten onze trekkracht naar 10. Tel je mee? Begin maar bij 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Het heeft geen zin. We liggen al bijna in het moeras. We mogen niet opgeven, Robot Blaze. We moeten nog harder trekken. Helpen jullie ons om nog een stuk harder te trekken? Met een kracht van 15? Tel maar mee. We beginnen bij 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh! Het is gelukt, robots! Mijn radars! Graag gedaan, hoor, jongens. Hey, hallo, Kwastje. Wikkel, ben jij dat echt? Zeker weten, kleine vriend. En wauw, wat ben ik blij dat je er weer bent. Ik ook. Vooruit! Spring omhoog! Spring omhoog! Spring naar links en stop! Jij weer veilig, kleine stamper! En dan gaan we nu je zusje redden, de kleine bijterd. We komen al, bijterd! Eens kijken of we met deze instructie bij bijterd komen. Spring omhoog, spring naar links, spring omhoog. Komen we met deze instructie bij bijterd? Ja! Nu hebben we de goede code. Vooruit! Spring omhoog! Spring naar links! Spring omhoog! En stop! Ja! En wij zijn blij om jou weer te zien, kleine bijterd. Nu hoeft er nog maar 1 kleine T-Rex gered te worden. De kleine Piep. Rustig maar, Piep! De robots komen! Om Piep te redden... proberen we de volgende instructie. Spring omhoog, spring naar rechts, spring omhoog, spring omhoog. Komen we met deze instructie bij Piep? Nee, die instructie brengt ons naar de verkeerde bel. We proberen een andere instructie. Spring omhoog, spring naar rechts, spring omhoog, spring naar rechts. Komen we met deze instructie bij Piep?
is de instructie. En vooruit! Spring omhoog! Spring naar rechts! Spring omhoog! Spring naar rechts! En stop! Piep! Jij ook weer veilig! De kleine dino's zijn zo blij dat ze weer bij elkaar zijn. En kijk! Daar is de T-Rexberg! Kleintjes, jullie bijna thuis! En ik weet hoe jullie extra snel weer thuis zijn. We vliegen er naartoe op deze bel met lichtsnelheid. Hou goed vast, vriendjes. Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Roep dan knallen, Blaze. Knallen, Blaze! Zo blij, ze zijn weer thuis. Oh nee, het lukt niet. Ik kan echt niet remmen. Maar wij misschien wel. Wow, robots. Dat klopt. Kom op, robot Starla. Als we de trein willen afremmen, dan moeten we... Duwen! De trein is zo groot. Zelfs met onze robotkrachten kunnen we niet stoppen. We moeten harder duwen. Op dit moment duwen de robots met een kracht van 1. Dus geven we hun armen en benen meer kracht, zodat ze kunnen duwen met 6. Tel je mee tot 6? 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Sterker. En de trein is aan het afremmen. Maar hij staat nog niet stil. En we rijden in de richting van die klif. Wel alle wieldoppen. We moeten harder duwen. Dan verhogen we de robotkrachten van 6 naar 12. Tel je met ons mee naar 12? We beginnen bij 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11 en... Tjoewee! De trein remt nu nog verder af. Maar hij is nog niet gestopt. En we zijn bijna bij de klif. Ik kijk niet hoor. Vlug, dan geven we de robots nog wat meer kracht. Ze duwen met een kracht van 18. Tel je met ons mee tot 18? We beginnen bij 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18. Yeah! Goed zo! Het is ons gelukt, jongens! We hebben de trein precies op tijd gestopt. Maar dan ook precies op tijd. Phew! Oh, het is gelukt! Oh, bedankt, robots! Reuze, reuze bedankt! Graag gedaan, hoor! Je maakt een robot aan het blozen! Kijk je mee? Er waren 3 noodgevallen, maar we hebben de trein gestopt. Nu moeten we de trucks die vastzitten in de lijn nog redden en de dieren bij de vulkaan. Om die noodgevallen op te kunnen lossen, hebben onze robotvrienden hulp nodig. Alle botsende bumpers! We kunnen maar beter opschieten! Robot krachten! Tot ziens, robots! En succes! Het is het konijntje! Ze is aan het jongleren. Oh, hey! Ik dacht, met jongleren kom ik de tijd wel door. Jongleren draait om concentratie. Wat er ook gebeurt, concentreer je. Konijntje, kijk uit! Phew. Er is niet zoveel ijs meer over, hè? Alles komt goed, konijntje. Robot Blaze is bijna bij je. Mooi. Oké. Nou, als jullie me nodig hebben, jullie weten waar ik ben. Doei. Kom op, we moeten opschieten. Ja!
geklommen, Blaze? Hey, kijk, daar is het water. Daar, onderaan die gletsjer. Dan moet het konijntje dus daar zijn. Als we haar willen redden, moeten we snel zijn. Het ijs smelt. Komt goed. Ik heb iets waarmee we supersnel van deze gletsjer af kunnen. Activeer Robot Snowboard. Oh, wow. Hou jullie vast, want we gaan snowboarden. Oké. Yeah. Kijk uit, Robot Blaze. Verderop is een afgrond. Uh-oh. We moeten er overeen zien te komen. Hey, misschien kan ik met mijn snowboard van een van die stukken ijs springen. Net als van een schans. Ja, als we de juiste kiezen, dan springen we zo naar de overkant. Overop vizierzicht. Als we van het rode stuk ijs springen, dan landt Blaze daar. En als we van het blauwe stuk ijs springen, dan landt hij daar. Via welk stuk ijs springt Blaze naar de overkant? Het rode stuk, ja! Zet hem op, Blaze! Oké! Het is gelukt! Verderop is nog een afgrond. Alle moeren, ik moet deze keer nog verder zien te springen. Als Blaze van het groene stuk ijs springt, dan landt hij daar. En als hij van het oranje stuk ijs springt, dan landt hij daar. Via welk stuk springt Blaze naar de overkant? Het oranje stuk, ja! Yeah! Ja! Dat was geweldig! We zijn bijna onderaan de gletsjer. Maar om daar te komen, moet ik nog één keer springen. En dat wordt de grootste sprong tot nu toe. Via de blauwe schans kom ik daar. Via de rode schans kom ik daar. En via de groene schans kom ik daar. Met welke schans beland ik aan de overkant? De rode schans, ja! Daar gaat ie! Het is gelukt! Goed gesnowboard, Blaze. En kijk! Daar is het konijntje! Daar zijn jullie! Ik wist het wel! Ik wist het! En daarna wist ik het nog steeds! En toen wist ik het weer! En daarna wist ik het weer! Konijntje! Toen... Kijk uit! Oh nee! Dit houdt het konijntje niet lang meer vol. Dan moeten we dus supersnel naar haar toe. Dat kan met lichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep Knallen Blaze. Knallen Blaze. Je konijntje, hou je goed vast. Wow. Het is je gelukt, Blaze. Yeah. Je bent weer veilig, konijntje. Oh, bedankt. En kijk, konijntje, je hebt nog steeds al je sneeuwballen. Oh ja, dan kunnen we het allerleukste spel doen van de hele wereld. En dat is? Sneeuwballengevecht. Zijn daar iemand sneeuwballengevecht? Wacht op ons! Sneeuwballengevecht! Wow! Wat ben ik blij om jou te zien. Er is iets heel erg vreemds aan de hand met deze rots. Opa, doe jij je bril eens even op? Wat? Nu zie ik het ook. Deze rots staat op breken. Oh nee, opa! Hij is te zwaar voor de rots. Hij heeft een te grote lading. We moeten naar hem toe en hem gaan redden. Snel, we zwaaien met de kabel van mijn sleepwagen over de lava op die rotsen. Maar wees voorzichtig. Alleen de sterkste rotsen kunnen onze zware lading dragen.
Zoek je met ons mee naar de sterkste rots? De rots die het sterkst is, is de grootste. Welke rots is de grootste? Die rots, ja! Ben je zover, Pikkel? Absoluut! Woehoe! Ja! Deze rots breekt niet! We hebben de goede uitgezocht! Ja, Pikkel! Goed gedaan! We komen eraan, opa! Waar zwaaien we nu naartoe, Blaze? Deze keer is de sterkste rots de rots zonder barsten. Welke rots heeft geen barsten? Die daar, juist! Zo te zien staan we veilig op deze rots. Oh nee. Volhouden, opa! We zijn er bijna! Voor de laatste zwaai hebben we de grootste rots nodig zonder barsten. Welke is de grootste rots zonder barsten? Die daar, ja! Volhouden, opa! Hier komt Pikkel! Het is gelukt! Je hebt me gered, Pikkel. Oh, ik ben zo trots op je. Ja, bedankt, opa. En nu je weer veilig bent, kunnen we marshmallows roosteren boven het kampvuur. Ik heb al trek in marshmallows. Luister maar eens naar mijn buikje. Malle opa, dat is niet je buikje. Dat is de vulkaan die uitbarst. De vulkaan die uitbarst! We moeten snel weg uit deze vulkaan. Goed vasthouden. Ik sleep jullie hier wel weer uit. Met lichtsnelheid. Dat ik met lichtsnelheid ga, roep knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Hij probeert ons van de berg te duwen, zodat we niet naar boven kunnen. Nou, hij kan ons er niet van weerhouden die berg op te gaan. Niets houdt een vrachtwagen tegen. Kom op. Om harder te duwen dan de ramptruck, moet ik mijn duwkracht verhogen tot een kracht van 6. Tel je mee tot 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het gaat lukken. Nu duw ik harder dan de piratenramtruck. Oh, daar komt een andere piraat om zijn vriend te helpen duwen. Wow. Om harder te duwen dan 2 piratenramtrucks, moet ik mijn duwkracht verhogen tot een kracht van 11. Tel je mee tot 11? Ik begin bij 6. 6. 7, 8, 9, 10, 11! Het gaat je lukken, Blaze. We zijn al bijna bij het reuzenrad. Maar er is één probleem. Er is nog één piratenramtruck over. Om harder dan die 3 ramtrucks samen te kunnen duwen, heb ik nog meer kracht nodig. Een kracht van 17. Tel je met ons mee tot 17? Ik begin bij 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vrachtwagen Blaze! Het is gelukt! We hebben het reuzenrad! Nu hebben we alles voor Stripes dierenfeestje verzameld en kunnen we gaan! Hé, kijk!
Stripes aan de lijn. Blaze, Eetje, dit moeten jullie echt even zien. De dieren voor mijn dierenfeestje, die zijn er al bijna. Komt goed, Stripes. We zijn heus weer op tijd terug. Dat beloof ik. Begrepen, AJ. Het is tijd voor vrachtwagen lichtsnelheid. Als je wil dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan... Knallenblaze! Knallenblaze! Gelukt, vrachtwagen Blaze. Je hebt mijn dierenfeestje gered. En precies op tijd ook. Kijk, daar komen de dieren. Oh, vrienden, jullie zijn er. En ik vind het fijn dat jullie er zijn. Hallo, dieren. Welkom op mijn feestje. Dat is vreemd. Ik kan me niet herinneren dat die berg dat eerder gedaan heeft. Wow! Wacht eens even. Volgens mij is dat geen berg. Het is een vulkaan! En hij spuit hete lava. Wieldoppen. Heel veel hete lava. En het stroomt overal naartoe. Oh nee! Die lava blokkeert ons de weg. Zo komen we nooit op tijd op mijn ijspartijtje. Niet opgeven, Gasquatch. Ik heb een idee. Wat als we die lava veranderen van een vloeistof in een vaste stof? Ja. Als het steen in de aarde superheet wordt, dan smelt het en verandert het van een vaste stof in een vloeistof, lava. En als de vulkaan uitbarst, dan stroomt al die lava eruit. Maar als we de lava afkoelen, dan verandert de vloeistof weer in een vaste stof, steen. En kunnen we er weer veilig overheen rijden. Wauw! Dat is een goed plan! Maar waarmee kunnen we de hete lava afkoelen? Laat dat maar aan mij over, Gasquatch. Ik activeer de ijsmachineknaller! Het werkt! Dat koude ijs verandert de vloeibare lava in vaste steen. Kom mee, Gasquatch. Volg mij. Oké. Het is gelukt. Maar we moeten wel voorzichtig blijven. Ja, er zit vast nog meer lava in die vulkaan. Vertel het me, als je lava ziet, dan kan ik het bevriezen met de ijsmachineknaller. Als je lava ziet, roep dan lava. Lava! Ja. 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 Het is gelukt! Maar blijf uitkijken naar meer lava. Als je meer lava ziet, roep dan lava. Lava! Yeah! Yeah! We zijn al bijna voorbij de vulkaan. Het is nog maar een klein stukje rijden. Als je meer lava ziet, roep dan lava. Lava! Het is gelukt! We hebben de krater van de vulkaan gedicht met ijs. En daarom zeg ik altijd, ijs is lekker! Hey, Gasquatch, is dat niet jouw huis?
Oeh, ja, dat is mijn huis. We komen steeds dichter bij mijn ijspartijtje. Maar de vrienden die ik heb uitgenodigd zijn nog dichterbij. Oh nee, straks zijn mijn vrienden er al, maar dan is het roodmeester nog niet. Maak je geen zorgen, Gasquatch. We krijgen het ijs er wel op tijd. We gaan gewoon met lichtsnelheid. Oh, ja! Als je wil dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan... Knallen, Blaze! Knallen, Blaze! We zijn er! En precies op tijd. Kijk! Daar zijn al je vrienden. Gasquatch? Oh, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Dit wordt vast het allerleukste ijspartijtje aller tijden. Zack zit vast. Oh nee, we moeten opschieten en Zack uit de modder halen. Kom mee, we gebruiken onze lichtsnelheid, dan zijn we er supersnel. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg, knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Ja! Blaze! AJ! Volhouden, Zack! Wij komen je helpen! Maar Blaze, hoe komen we bij Zack? We kunnen niet in die modder rijden, want dan komen wij ook vast te zitten. Wacht eens even, we kunnen een oplossing ontwerpen. We moeten iets bedenken waarmee we bij Zack kunnen komen zonder de modder aan te raken. Blaze, als jij nou eens grote vleugels had, net als die Trucadactylus, dan zou je naar Zack toe kunnen vliegen en hem eruit kunnen trekken. Ja, we moeten vleugels ontwerpen. Daarmee kan ik vliegen als een Trucadactylus. Voor ons ontwerp gebruiken we steunen om de vleugels vorm te geven. Om de steunen te maken, roep steunen. Steunen! Mooi. En vervolgens nog een superlichte stof. De superlichte stof drukt tegen de lucht en zorgt dat we vliegen. Om dit te bouwen, roep superlichte stof. Superlichte stof! Ik ben een Trucadactylus monstertruck! Mooie vleugels, Blaze. We gaan ze testen. Wow, kijk, ik vlieg! Oké, ons ontwerp doet het. Kom mee, dan vliegen we naar Zack. Zack! Modderbubbels! Wacht, zei Zack daar modderbubbels? Wow! We moeten uit de buurt blijven van die plakkerige modderbubbels. Help je ons met sturen, zodat we niet worden geraakt? Als je modderbubbels ziet, roep modderbubbels! Modderbubbels! Je vliegt echt goed! Let goed op, er komen nog meer bubbels aan. Als je ze ziet, roep dan modderbubbels! 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 Woehoe! Blaze, kijk! Zack zit bijna onder ons!
Hier, Zeg! Pak aan! Blaze, jij vliegt! En nu vliegt Zeg ook! Het is gelukt, Zeg! Je bent weer veilig! En kijk! Moet je onze dinosaurusvrienden zien? Hallo, dinosaurusvrienden! Zeg is blij terug te zijn. Bedankt, Blaze en AJ. Jullie Zeg gered. Graag gedaan, hoor. Wat roepen ze, Zeg? Dinosaurussen willen spel met ons spelen. Nog een dinosaurusspel? Klinkt goed. Wij doen zeker mee. Het is gelukt. Gormie, go, go, go! Oké, Gormie. Met deze laatste ruimteaccu kun je weer terugvliegen naar je familie. Zal ik hem in je raketrugzak doen? Garm, garm, garm! Daar gaat-ie! Kijk, hij doet het! Met alle accu's is de raketrugzak op volle kracht. Wow! Kijk hem vliegen! Wat gebeurt er, Blaze? Door de energie van Gormie's raketrugzak kunnen wij nu ook vliegen. Gorm! Gormie, Gorm, Gorm! Ik denk dat Gormie wil dat we met hem mee naar de ruimte gaan, zodat we kunnen zien waar hij woont. Dat lijkt me leuk, Gormie. Laat maar eens zien. Gormie! Ja! Familie is heel erg blij dat hij weer terug is. Gormie, Gormie, Gormie! Kijk, Gormie laat ze alles zien wat hij over de aarde heeft geleerd. Zoals pizza. En zonnebrillen. Gorm, Gormie! En haarborstels. Gorm, Gorm, Gorm! Oh, Gorm! Hé, hey, Gormie, en vergeet deze niet. Gorm, Gormie! Gorm. Gormie. Gormie. Kom op, jongens. Voetballen!